Yo mensen, Jaraski hier en wacht bij natuurlijk weer een nieuwe Dying Light Let's Play aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want gisteren moesten wij Dr. Zier bevrijden. Alleen toen wij hem hadden gevonden, werden we geambushed door Rice en kreeg Dr. Rice of Dr. Zier ook nog eens een mes in zijn been en weet ik veel wat allemaal. Dus als je de vorige aflevering nog niet hebt gekeken, staat hij natuurlijk in de beschrijving, dus check hem sowieso uit. En we worden nu in de pit gegooid of in de arena gegooid, hoorde ik. Dus ik ben benieuwd. Als je deze serie leuk vindt, dan ramen we sowieso natuurlijk keihard op die like knop hier onderaan deze video. En dan gaan we meteen weer verder. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd, kan ik beter zeggen. Stand him up. Oh shit. Daar is dokter. Doc. You come to us. Like a snake in the grass. Here, in a city of lies. You are the biggest liar of them all. What the hell are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all. If I... Fuck you! Not bad. Dankjewel. Met een wapen durft hij wel, hè? Hij schiet gewoon zijn eigen mensen neer, fuck it. Clear out the corpses. Leave Craig. Yes, sir. Hij schiet gewoon zijn eigen mensen neer, hè, die Mongol. Het is een lekker mannetje, die gozer, maar wat de fuck gaat er nou allemaal gebeuren, man? Oké, we kunnen weer opstaan, maar. Oké, hij staat daar, maar. Oh shit, we zitten in een arena. Je betreedt het donkere. Wat? Ik heb ook geen wapen. Oh, dankjewel, gaspijp. Geef me shit. Fuck off. Uh-oh. Ik moet wapens hebben, jongens. Ik moet heel snel wapens hebben. Nog meer gaspijpen. Shit, man. Oh, geef. Gewoon alles oppakken wat we kunnen oppakken. Het zijn namelijk heel veel zombies. Moeten we ze serieus allemaal gaan vermoorden, of niet? Het zijn er namelijk best wel heel erg veel. Best wel heel erg veel. Ik vermoord ze gewoon allemaal hoor, ik weet niet wat ik moet doen, maar ze gaan er allemaal aan, want ik ben die pro zombie killer baby. Ik moet deze vermoorden. Is die al dood? Oké, die is al dood. Ze gaan opeens rennen. Ze veranderen in renzombies. Are you fucking kidding me? Kom hier, bitch. Oh wacht, we kunnen ze trappen in die dingen. Oh, dat is wel handig, wacht dan. Kijk, hier op Hupte, die is ook down. We kunnen ze gewoon trappen. Dus laat ze gewoon hier naartoe lopen. Want ze zijn fucking dom, man, die zombies. We moeten gewoon slim spelen, man, dit. Huppatee. Oké, die zijn allemaal dood nu, jongens. Allemaal dood. Ik ga ze even doorzoeken, want ze hangen hier toch allemaal mooi in. Dus zo moeten we ze gaan vermoorden, man. Dat is super makkelijk. Ik weet niet wat hier leuk is om naar te kijken voor die mensen die daar allemaal staan. Want er zit een heel publiek omheen. Kijk maar. Het zijn allemaal mensen, man. Ik weet niet wat hier leuk is om naar te kijken, want ik ga gewoon ze allemaal in die spikes duwen, man. Kijk, kom er maar uit, jongens. Kom er maar uit. Kom dan. Kijk, er is één. Yeah.
Zo. Zo doen we dat. Je gezondheid is niet goed. Nee, je meent het. Dat kon ik ook nog wel vertellen, vriend. Jongen, 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 jongen. Kijk, er komen er nog meer, jongens. Nu wordt het menes. Nu wordt het menes. Nu wordt het menes. Holy shit. Oké, die is down. Nu deze nog. Deze motherfucker moet nog. Kom hier, ga erin. Ik ben bijna dood, jongens. Dus... ga erin. Ga er tegenaan. Dank je. Jij ook even. Tegen die spikes. Goed zo, dank je. Oké, let's go, man. Nou, ik moet zorgen dat ik een medikit of zo kan vinden. Want die liggen hier dus blijkbaar niet. Zit jij hier nog in? Waar zit jij daar? Ga even tegen de spikes aan. Hier, daar. Tegenaan. Hup. Dankjewel. Oké. Okay. Ik moet heel veel zoeken naar levensmiddelen, want dit gaat anders niet goed komen. Ik weet niet waar dat kan liggen, maar... oh, rotjes. Thanks. Even kijken hoor. Wat heb ik allemaal in mijn inventaris staan? Ja, je bezittingen zijn afgepakt. Oké, ik heb dus nog 25% health. Er zit hier nog een hele fucking container vol. Wacht, wacht. Ik ga op die container staan. Wacht. Give me a moment. Give me a moment. Give me a moment. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Ah, kut, die was mis. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, klim erop. Yeah, dank je. Oh, jij kan er ook op? Hé, hey, wat doe je nou? Vind ik niet leuk. Oké. Zet dit ding eens aan. Oh, ze staan erop. Zo! Zo doen we dat. What the fuck, was hij nou serieus mis? Oh, hij gaat ontploffen, denk ik. Hoop ik. Gaat het ding nou ontploffen of niet? Ja, hij gaat ontploffen. Oké, okay, chill. Nu deze twee, nog twee. Oh, Joe, hij raakt me ook nog, jongen. Huh? Zo! Zo doen we dat. Ik heb ze allemaal. Word of your feet here will spread. Such a shame you'll be a corpse by then. Wat dan? Is this your first feeble attempt at controlling your own destiny, Crane? Too little, too late, I fear. Ik weet niet wat die vent wil. For a walking dead man. Wat gaat er nu gebeuren dan? Pak het kapmes op. Oké. Okay. Ik zag dat ik een item kon maken. Dus één moment. Wacht even. Want ik zag dat ik een item kon maken. Kan ik een... ik heb geen alcohol. Fuck. En ook geen gaas. Oh, mag ik dat mes? Oh, dankjewel. Maar wat de fuck gaat er komen dan? Wat... uh-oh. Oh, nee, hè. Er komt gewoon een container hierin. Ze zetten gewoon een container hierin. What the... what the... uh-oh. Holy shit! What the fuck is dat? What the fuck is dat? Holy shit, jongens! Holy fuck! Ga rennen dan, kom dan. Hij rent, hij rent, hij rent. Hij is gebotst. Fuck, ik kan hem ook bijna niet raken, hè. Ik kan hem bijna niet raken, die gozer. Holy shit. Ik zie zijn helft staan. Ik weet hoe ik deze fan moet aanvallen, man. Kijk, zo. En dan rent hij. En dan knalt hij ergens tegenaan. En nu kan ik hem aanvallen. Kijk. Zie je? Kijk, tada. Oké, we weten dus hoe we moeten aanvallen. Het is alleen een beetje heel erg moeilijk. Maar what the fuck?
Oh nee, er komen ook andere zombies aan gewoon. Ga in dat fucking kutding. Kom dan, beef tegen dat ding aan. Thank you. Er komen renners aan. Er komen heel veel renners aan. Boven dan. Ik moet eerst even deze vermoorden, want hij gooit iets op me. Oké. Kom maar, bitch. Nog één keer. Ik heb hem. Ik heb die motherfucker! Holy shit, jongen. Zo, ik sla zo de hersenpan in, jongen. That's what you get, motherfucker. Kom dan. Fuck off. Hij staat nog op ook, hè, die mongol. Zo! What the fire? Wat is dit nou allemaal? Ik ben natuurlijk geïnfecteerd. Dank je. Ik moet een metalen onderdeel hebben. This will only prolong the inevitable. But try to make the best of it, hè? Let no one say I never gave you anything, Crane. Ja, geef iets dan. Wat heeft hij gegeven? Oh, een EHBO-doos. Oh, dankjewel. Waar ligt dat ding? Oh, hier. Dankjewel. Oh, shit, hé. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Hij weet dat ik van de GRE ben. Lower the platform. Oh, ik heb het overleefd. Oh, dit was fucking intensief, jongen. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the fire. Right away, sir. What? And there. Easy, sir. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Crane? You only prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. Uh-oh. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you've become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. What the f- Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh, zijn hand is eraf! Zijn fucking hand is eraf! Oh! Oh! Kijk hem gaan, jongen! Oh, wat een fucking baas. Wat een fucking baas. Doc, come on, let's get you out of here. Uh-oh. Green, save these people. They don't deserve all of this. Ah, nu is hij dood, man. Kijk zijn arm, kijk zijn arm. Wow, yo. Wat een mongo is die goos, jongen. Hij heeft even het bloeden gestopt. What are you swine waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Fuck off, jongens. Oké, we moeten gaan rennen blijkbaar, denk ik. Wapen werkt niet meer. Nee, je meent het. Oké, we moeten gaan rennen, jongens. Je verlaat het donkere gebied. Oh, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Oh, ik moet naar boven, ik moet hier naar boven, ik moet hier naar boven. Oké, no worries, dat moet lukken. Jullie schieten alles mis, jullie zijn zo scheef. Jullie schieten alles mis, jullie zijn zo scheef. Ja la 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 la. Jullie zijn fucking scheef. Hey, jullie zijn zo scheef, jullie zijn zo scheef. Jullie zijn zo fucking scheef. Jullie zijn zo scheef, jullie zijn zo scheef. Jullie zijn zo fucking scheef. Hey, jullie zijn zo scheef, jullie zijn zo scheef. Vielen. Jullie zijn zo scheef, scheef, scheef. Kutzooi, moet ik hier serieus overheen rennen? Dat is een ja en ik haal het ook nog. En we moeten naar rechts, 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 rechts. En nu weet ik het niet meer, meer, meer. Waar de fuck moet ik? Ah, kut, sorry, ik ga hier vallen. Let's go. Oh shit, jongen. Kom op, rennen, man. Rennen met die zak, 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 zak. Oh, what the fuck, hij springt naar zij. Hij springt naar de zijkant. Ja, dat was niet zo handig, vriend. Oh my god. Zag je wat hij deed? Ik wilde erop klimmen en hij sprong naar de zijkant. Hij sprong naar rechts. Maar hij klom er niet op. Oh, wat de god. Wat een lul, jongen. Oké, zo kan het ook. Holy shit. Ze blazen alles op, jongen. Ik ga gewoon door, hoor. What the fuck, waar moet ik naartoe dan? Oh, hier. Zombies. Dat zijn kruipzombies of zo, man. Oh, hier ben ik al geweest, hier ben ik al geweest. Die heb ik iedereen afgeknald, wist je nog? Die had ik iedereen afgeknald, man. Jullie, alle lijken liggen er nog, jongen. Ik heb jullie allemaal kapot gemaakt, jongens. Nee, waar is de uitgang? Dat is een goede vraag. Hier? Hier. Oké, we halen dit, jongens. We can do this. Moet ik hier erin? Denk je? Of moet ik naar boven? Ik denk dat ik naar boven moet. Ja, ik moest naar boven. Oké, we kunnen eruit, we kunnen eruit, we kunnen eruit. Wow, yo, man. Zo, de knetter. Oké. JT heeft dus nu de gegevens van die dokter die dus is doodgegaan. En we moeten JT dus gaan zoeken. Alleen die andere vent was ook weer doodgegaan. Dus ah, shit, man. Er gebeurt zoveel. Ik weet het allemaal niet meer. Oh ja, kut. Ik moet natuurlijk ook... Ah, ik heb anti-zien nodig. Ik heb anti-zien nodig, jongen. Want anders... haal ik het niet. Oké, we kunnen weer. We moeten even kunnen rennen. Ga rennen, jongen. Want anders halen we het niet. Ga rennen nou. Oh, hij is weer slow, man. Huh? Hij is slow, jongen, die gozer. Kijk uit voor de spikes. Zo. Ik kan niet meer rennen, jongens. Het spijt me. Er staat ook echt ren naar de toren. En dat gaat niet zo makkelijk. Al mijn wapens zijn ook helemaal kapot, jongen. Behalve deze. We rennen naar de toren, hoor. Nou, wat een tempo heb ik toch weer. Mip, mip. Oh, shit. Kom op, jongen. Nog even volhouden. Ik zie ook helemaal niks meer nu. Oh, kut. Er staan de zombies. Uh-oh. Oké, we moeten langzaam doorheen lopen. Niemand die ons ziet. Gedraag je als een zombie. Oké, we zijn er langs. Oké, we zijn er bijna, denk ik alweer. Want daar is de toren, zoals je kan zien. Oh nee, niet nog een keer. Oh fuck. Ik verander nu in een zombie, hè, dat weet je. Shit. Kom nog even volhouden, man.
Probeer deze veilig te stellen, ben je mogol of zo? Fucking anti-scene nodig. Kom op. We can make it. We can make it. Of niet, ik weet het niet. Sarah is dead. Kom op, ik verander in een fucking zombie, man. Uh-oh. Uh-oh. Ik verander in een zombie. Waar de fuck ben ik? Zit ik in een container of zo? Oh, where am I? I had to hide you at the pier. Half of Rice's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Rice's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Then the connection failed. We haven't been able to raise him. What the mogul? I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the cauldron near the highway. The contact's name is Cenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. You know, most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Thank you. Top. Zo. Hebben wij geen wapens of zo? Hey, wij hebben alleen maar... Here's your gear. Oh. Best regards from Kareem. Dankjewel, man. Kareem, huh? If you see him, thank him for me. Oké, okay, chill man, we hebben onze gear weer terug. Oké, dan kunnen we alles weer even pakken. Dan... Wat? Geen vrije plek voor arena hakmes. Ja, dat hoeft ook niet, want ik wil het... Lul. Zo. Kunnen we namelijk ook even wat shit verkopen. Huh? Oh, fuck. Dit wou ik niet. Al die gaspijpen, al die shit, die hoef ik allemaal niet, joh. Oké, wacht, we kunnen even wat shit verkopen. Kan dat hier? Ja, dat kan hier. Hier bij jou. Oké, verkopen. Dan kunnen we dus kijken. Zie je, voor 1000 kan ik die politiegeweren verkopen. Dus dan kan ik die verkopen zo, want ik heb er toch maar één nodig. Koevoet wil ik graag bewaren. Tuincirkel heb ik er genoeg van. Leegschap kan ik ook verkopen. Hey, trophy! Oké, de rest kan ik houden. Ja, yeah. Dan kan ik weer even terug naar mijn rugzak. Zo. Dan plaats ik dit er allemaal in, zoveel mogelijk. Dan verkoop ik die ook meteen weer. Alle beetjes helpen. Zo. Dan loop ik weer terug naar mijn rugzak. Oh, verkeerde. Zo. Dan verkoop ik die nog even. Zo. Oké. En de rest hou ik. Zo. Oké, waar is die... Ben jij het? Kwartiermaster, ben jij dat? Dat is Spike. Ben jij het? Ik weet het niet. Ja, oké, hij is het. Thank you. Hoe laat is het? 2:30. Ja, dat was hem wel. Dan hebben we alles weer. Dan ligt hier ook nog ammo, alleen mijn inventaris zit al vol. Oké, okay, chill jongens, dankjewel hè. Dank je wel, maar what the fuck? Oh, lol, we staan. Kijk, de zombies kunnen hier niet langs, want dan flikkeren ze in het water. Dus we hebben dit kleine stukje. Dit kleine stukje is nu ons kamp. Alleen deze paar vlotten. Dat is het enige. Kijk maar, er komt gewoon een zombie. Ja, wacht. Ik wil hem in het water zien vallen. Wacht, daar komt hij. Kom dan. Kom hier. Want ik lok hem hier even naartoe. Wacht maar. Kijk, daar komt hij. Komt-ie. Oh, hij weet dat er een randje zit. Serieus? Hoe weet je dat nou? Wacht, ik duw hem erin, ja? Zal ik hem erin duwen? Wacht. Ah! Yay! Woehoe! Oh, en nu staat hij... Oh. Hij kan nog ademhalen. Ja, nu kan je geen ademhalen. Nee, daar wel, ja. Hij kan nu nergens meer naartoe. Hij kan nu nergens meer naartoe. Oh nee, dat is zielig. Oh, ja.
Hallo, alles goed? Oh, kijk uit hoor, want je hoofd komt onder water te zitten. Kijk uit. Oké, wat ik ga doen, want ik heb nog wat punten over. Ik ga nog even mijn punten... Wat ligt hier? Oh. Ik ga nog even mijn punten besteden. Ik heb 1 behendigheidspunt over. Dan zouden we deze kopen, dat wist ik nog. Dan kan ik mensen omver trappen met R1 en dan L1 in de lucht. En hier heb ik er 2 van over. Oelala, wat is dit? Leren hoe je lichaam gebruikt om niet gezien te worden door de geïnfecteerden. Oeh, dit is camouflage. Dit is... Lichaam doorzoeken gaat veel sneller. Daarnaast heb je veel meer kans op het vinden van een buit. Oh, geef die maar. Die wil ik sowieso hebben. Want ik doorzoek namelijk heel veel. En die planten gingen we ook nog voor. Dus koop ik die ook. We kunnen van planten dingen kopen. Oké. Dat was hem. We moeten nu naar het andere eiland toe. Maar ik ga eerst even slapen zodat het nacht wordt. En dan nog een keer slapen zodat het gewoon weer in de ochtend is. Er ligt er iemand anders ook al te slapen. Die heeft er ook geen zin meer in. Dus even wachten tot aan de avond. Dan gaat hij verladen. Tjoek tjoek mep mep. Dan is het nacht. Dan ga ik nog een keer slapen. En dan 3, 2, 1. Tjoek tjoek mep mep. Is het ongeveer 7 uur. Zo. Oké, het is ochtend jongens. Tada. Maar hierbij ga ik deze aflevering wel afsluiten jongens. Mocht je nou genoten van deze aflevering. Ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like knop. En dan zijn wij morgen. Om 1500 uur precies. Weer terug met een nieuwe aflevering. Dus ik zou zeggen. Tot morgen mensen. Bye bye.